Bernard, Erwin, Ilias, Jelle, Jordi, Lucas, Rob, Steven en Tom. Ashley is 23 en komt uit Maastricht. Hij won in 2013 al de titel Mr. Gay Aruba en was vierde bij de Mr. Gay World. Bernard is 25 en komt uit Zwarte Meer. Maar hij is net verhuisd naar Amsterdam. Hij wil graag een vuist maken tegen homofobie in de sport. Erwin is 20 en komt uit Amsterdam. Hij is altijd positief en enthousiast. Wil graag een voorbeeld kunnen zijn voor gays die niet voldoen aan het ideaalbeeld van de brede gespierde homo. Ilias Imandi is 20 en komt uit Rotterdam. Hij heeft Koerdische en Surinaamse roots. Vindt dat je je schoonheid moet omarmen en wil actie ondernemen tegen pesten. Jelle is 26 en komt uit Schoonhoven. Jelle heeft sinds een paar weken zijn wasbordje weer terug. Jordi is 19 en komt uit Den Bummen. Hij werkt in een frietent, maar we komen er vanavond achter of hij zichzelf ook bruin bakt. Hij wil zich inzetten voor onzekere homo's en knuffelt graag met zijn oma. Lucas wil graag iets betekenen voor jongeren met HIV. Rob is 20 en komt uit Apeldoorn. Hij vindt zichzelf een echte doorzetter en is dol op theater, acteren en zingen. Steven is 33 en komt uit Roosendaal. Hij is vrijwel dagelijks in de sportschool te vinden, heeft zijn eigen cateringbedrijf en maakt een heerlijke velouté. Dat is een soep. Tom is 33 en komt uit Eindhoven. Hij is politicus, docent en betrouwbaar. Dus een echte workaholic. Dit zijn de 10 finalisten voor Mr. Gay Netherlands 2015. Hallo, hallo kinderen. Recentelijk aangeven, ik zou graag homovader willen worden. We hebben jarenlang allemaal homomoeders gehad. Over het algemeen gaat de homo met zijn moeder fantastisch om. Die maakt er nooit zoveel problemen van. Met vaders gaat het vaak heel lastig. Daarom wilde ik mij opwerpen als homovader. Want ik wil dat de homofilie, dat het geaccepteerd wordt, dat er geen mensen in elkaar worden geslagen op wat ze zijn. Daarom zit ik vanavond ook in de jury. Erwin, waarom doe jij mee? Ik wil graag de homo's steunen die nog niet weten wie ze zijn. Meer een eenheid maken van de LGBT community. Allereerst omdat het me leuk lijkt en ten tweede wil ik ook iets met de titel gaan doen. Ik wilde zelf graag de laatste stap maken in de acceptatie van homoseksualiteit bij mezelf. Nu de onzekere homo's helpen die nog steeds in de kast zitten. En ik weet zeker dat het me gaat lukken. Ik denk dat Van Leer wel een hele mooie achternaam is. Kijk. Oké, ja. Zo. Help ik mijn studenten om zichzelf te kunnen zijn en ik zie dat ze daar hun talent kunnen waarmaken. En dat wil ik voor veel meer mensen doen en dat kan alleen als Nederland weer het beste homovriendelijke land wordt van de wereld en niet nummer 7 is in Europa. Dus daar wil ik me voor inzetten. Heel goed. Henny tevreden. Goedenavond NBS-kijkers hier vanuit Panama bij de Mr. Gay-verkiezing 2015. 10 kandidaten, beeldige mannen. De emoties lopen hoog op in Panama, maar de grote vraag is natuurlijk... Wie gaat er winnen? We gaan even vragen wat het publiek ervan vindt. Je favoriet? Of Rob? Ja, ik vond hem er wel leuk uitzien. Ah, nou, dat is een hele goede reden. Rob, je hebt alvast 1 punt binnen. En mijn favoriet is Tom. Tom. En waarom Tom? Ik vind hem een leuke band en nee. Onze favoriet komt uit Eindhoven. Wat een stoere gay vonden we dat. Van Jordi. Jordi. Van Steven. Ik ben van Steve. En waarom? Omdat dat een goede jongen is en respect. Wie is jullie favoriet? Ja, Erwin natuurlijk. En waarom? Ja, het is een super lekker ding. Hij is super knap. En waarom doe jij niet mee? Misschien volgend jaar. Ik vind ze allemaal wel goed. Door welke sprong eruit? En voor mij, ik vind Erwin gewoon heel knap. Step the game up. Zoveel woorden, maar je zegt niks. Normaal. Kijk niet te lang en neem je
ze hebben allemaal een object meegenomen. Mensen die zeggen een Mr. Gay is niet nodig, dat zijn mensen die zich al goed voelen in hun vel. Die geen problemen hebben met hun ouders of geen, niet gediscrimineerd voelen van andere homo's. Maar deze mensen zijn dus de reden waarom wel een Mr. Gay nodig is. Ik vind het heel erg goed, maar er zijn zoveel voorbeelden van mensen die dat niet hebben, niet dat geluk, niet de ouders hebben die het supporten. En daarom vind ik het fantastisch dat je dat doet, want ik krijg namelijk ook al die mailtjes van mensen die het, die heel blij zijn dat ze zien van ik ben zo tof dat jij dat doet of ik vind het te gek wat jij neerzet. Dit is een medaille van 2012, waarin ik de Nederlands kampioenschap, eigenlijk de nationale titel. Wauw! Met volleybal. Met handbal. Met handbal. Door de Mr. Gay titel te winnen, probeer ik dan verenigingen belang te gaan om te laten zien dat ze kunnen zijn wie ze willen zijn. Ik zag in een interview vanmorgen op Twitter dat wij een Tindermatch waren. Ja, maar je hebt nooit een berichtje gestuurd. Nee, ik heb heel ik heb al heel lang geen Tinder meer, dus wanneer is dat? Wanneer was dat? Vorig jaar. Ik snap wel dat je jezelf wil zijn, maar wordt dat niet geaccepteerd? Is dat het verhaal? Maar het is niet of het niet wordt geaccepteerd. Ik dacht altijd dat het niet werd geaccepteerd. Maar het is dus dat de homo's zelf bang zijn om zichzelf te zijn. Dat wil ik weghalen, de angst. Ik heb mijn allereerste balletschoentjes meegenomen die ik heb gekregen van mijn oma. En deze heeft mij gemaakt tot wie ik eigenlijk nu ben. 43, wanneer ben je begonnen? Ik wil eigenlijk gewoon meegeven dat iedereen iets moet vinden waar hij of zij zichzelf in kan ontwikkelen. Kan ik ervoor zorgen dat anderen anders gaan denken, anders over zichzelf gaan voelen, zichzelf waardig gaan voelen en ervaren dat ze ertoe doen. Vroeger werd ik enorm gepest, nu nog steeds, puur om mijn seksuele voorkeur. En het is af en toe heel erg moeilijk voor mij om ermee om te gaan. Maar ik weet dat er heel veel gays en lesbiennes zijn die in hetzelfde schuitje als ik verkeren. En het aantal zelfmoorden onder deze doelgroep is ook heel erg gestegen. En dat komt mede door de pesterijen. En wat ik wil doen is als ik de titel van Mr. Gay bemachtig, door middel van motivational speeches, voorlichting op middelbare scholen en individuele begeleiding ervoor zorgen dat deze doelgroep empowered wordt. Want gays en lesbiennes, jullie zijn allemaal prachtig! Er zijn nog een aantal dingen waar we heel erg in kunnen verbeteren. We moeten nog steeds geen bloeddonor zijn of orgaandonor. Er zijn nog een heleboel andere dingen. En ook in de media wordt natuurlijk een beeld geschetst met een bepaald rolmodel. Een man en een vrouw en kinderen. En dat's, ja, kinderen groeien daarmee op. Je ziet het in kranten, je ziet het in sprookjes, je ziet het in Disney films. En ik denk dat we als we dit soort dingen kunnen verkleinen, dat de jonge homoseksuelen makkelijker uit de kast kunnen komen. Er staat op dat het een fotoboek is, maar zodra je het openmaakt, zie je dat er een kluis in zit. Van de Action. Van de Action, klopt. Zit er al je sieraden in, Mayday? Nee, want ik heb echt 20 van die doosjes nodig op zijn pinnen staan. Nee, maar wat ik wil uitleggen is dat mijn leven er altijd als een fotoboek uitzag. Het zag altijd wat leuk uit. Ik kreeg mensen dachten altijd, oh, hij is hetero, zeg maar, het stoere jongen. Ik heb altijd in een groot geheim geleefd en ik ben blij dat ik nu eindelijk die sleutel gevonden heb. En daar wil ik ook gewoon anderen mee helpen om die sleutel te kunnen vinden. Het is echt niet makkelijk. En ik had gehoopt dat het anders kon. Ik had gehoopt dat ik gerespecteerd werd, dat ik door iedereen werd geliefd. Ik heb altijd al eens gedaan. En ik hoop dat we respect voor elkaar hebben, dat mis ik. Voor iedereen, maak niet uit wie je bent en wat je doet. Respect, alsjeblieft. Dit gaat me echt aan het hart, want ik weet hoe moeilijk dit is. Maar je moet weten, schat. Je familie zoek jezelf niet uit, die krijg je toegewezen. Ga kijken naar wie je wel accepteert. Dat is veel belangrijker dan je zelf helemaal kapot maakt met wie je niet accepteert. Want dat scheelt veel energie. Want Lucas, je wil je inzet ook, hè, vooral voor acceptatie van je besmetting of ziekte, of hoe je dat ook wil noemen. Kun je eens vertellen wat jouw rol daarin zou kunnen zijn? Hoe zou je dat zien? Ik wil sowieso een groep openen voor jongeren met HIV. Maakt niet uit wat je bent, echt helemaal niet. En ik wil ook bespreekbaar maken, want ik wil niet dat iedereen onderuit gaat. Ik wil iedereen gewoon zichzelf kan zijn, echt. Ja, we zeggen daar een seksuele voorlichting. We krijgen SOAS, we letten helemaal niet meer over wat wij doen. De reden dat ik meedoe is dat ik een hele sterke kinderwens heb. En dat is in Nederland verschrikkelijk moeilijk om dat te realiseren.
Ik heb een spiegel meegenomen omdat ik hier sta, omdat ik vind dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en zichzelf moet kunnen ontplooien in welke manier dan ook. En dat begint met jezelf kunnen zien. Met echt kunnen zien wie jij bent en daarvoor uit kunnen komen. En dat geldt voor iedereen, maar voor de LHBT-gemeenschap is het nog veel erger. Want wij worden aan alle kanten belemmerd om onszelf te zijn. Ik heb hele goede verhalen voor jullie. Jullie staan allemaal eigenlijk heel duidelijk ergens voor. Allemaal een duidelijke boodschap. En jullie laten ook zien hoe verschillend homo's eigenlijk kunnen zijn. Hè? En dit is alleen dan nog maar de mannelijke homo's. Weet je, er zijn natuurlijk nog veel meer letters in de LHBT. En ik zit al 26 jaar in het nachtleven in Amsterdam. En ik wil heel graag altijd een leuk positief ding neerzetten in Amsterdam. Ik wil een visueel aanpunt, spreekpunt zijn voor mensen. Zowel gay, lesbian, transgender, whatever. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. En als mijn eigen volk, mijn eigen familie mij gaat aanvallen, dan zijn we echt bij lange na niet waar we moeten zijn. En het respect is iets wat heel belangrijk is. Wat we in eerste instantie al voor elkaar moeten hebben. Want we krijgen dadelijk niet vanzelf van de hetero community. Dus laten we in ieder geval elkaar allemaal lief hebben. En daarna zien we wel weer verder. En er is er één die vanavond het woord respect heeft gehad. En dat vind ik dat we met z'n allen voor elkaar moeten hebben. Yeah. Dankjewel. Lieve schat. Hallo. Een avond vol emoties. Ja, en ik ben er helemaal niet zo. Want ik hou namelijk heel erg van het makkelijke, oppervlakkige. Geen bullshit, leuk doen. Maar het zat me zo tot hier en het, vooral door sommige verhalen van die mensen. Maakte bij jou een gevoelige staan. Ja, en ik wil namelijk niet een zielige homo zijn, want ik ben niet zielig. Weet je, maar alleen mensen hebben zo weinig respect wat ik voel de laatste tijd om me heen. En ik vind dat eigenlijk best wel een kwalijke zaak. En ik denk vooral dat het komt door de zichtbaarheid, want we zijn steeds minder zichtbaar. Niet alleen drags, maar gays, lesbiennes. De scene wordt kleiner, de zaken gaan dicht. En daar capituleer jij niet voor, jij blijft zichtbaar, ook in het openbare leven. Juist, en dat is het, en ik denk dat het heel belangrijk is. Van, we're here. En hoe meer we ons gaan verschuilen en achter Grindr gaan zitten, en hoe minder we uit de deur komen, hoe gekker het is als we dan een keer wel uit de deur komen en zeggen, oh, wat gek, een homo. Ja. Neem je daarbij bewust risico's? Ja, maar I don't care. Want ik, weet je, ik ben niet zo snel geïntimideerd. Maar dat ze nu fysiek dit jaar 3 keer, daarvoor 25 jaar nooit. Die agressie. En zinloos geweld, dat moet echt stoppen. En het begint echt met respect. En als we dat al niet naar elkaar hebben. Nee, dankjewel, we gaan de onderbroeken ronden. Ben jij binnenbaan of ben jij voor een dansman? Erik, hoe verliep jouw coming out? Ja, heel geleidelijk eigenlijk. En bij mij, ja, ik kom gewoon uit de Randstad. Iedereen was gewoon oké. En ik probeer altijd zo niet zo'n groot ding van te maken, weet je wel. Gewoon van, ja, ik heb een vriend en nou, dat is het, weet je wel. Verder niet, ik hoef er niet een groot drama van te maken. Daar hou ik nooit zo van, want dat vind ik tegenwoordig ook niet meer nodig. En je ouders? Ja, die zijn ook helemaal oké, ja. Dus dat is wel fijn. En je vriendje? Ik hoorde weer dat jij een vriendje hebt. Ja, klopt, ja. Maar dat is nu 8 maanden of zo. Ja, nee. Waar heb je me ontmoet? In Amsterdam, in de reguliers, ja. Oh? Ja. Gewoon old school. Ja, ja, gewoon de oude manier, ja. Okay, dankjewel, succes met je carrière. Leuk. Glenn Helberg, ja, wie kent hem niet eigenlijk? Volgens mij doe ik iets in de stad, hè, als het gaat van hoe gaan we met elkaar om. Of het nou homo's, hetero's, zwarte, witte, gele mensen zijn, allemaal, hoe gaan we met elkaar om? Waarom ben je hier vanavond? Nou, ik wil heel graag zien wie onze nieuwe Mr. Gay wordt en die ons internationaal gaat vertegenwoordigen. Ja, iemand op het oog? Jawel, jawel, jawel. Mogen we dat weten? Maar weet je, het is een beetje moeilijk, want soms gaat het over hoe ze eruit zien en wat ze zeggen. En ik moet je eerlijk zeggen, dat ik een hele lieve mooie jongen heb gezien. En dat is die jongen uit Aruba. Dat vermoed ik al. Dat vermoed ik al. Want waar liggen jouw roots? Op Curaçao. En werd even gezegd dat er te weinig zwarte kandidaten waren. Te weinig zwarte kandidaten. Vind jij dat ook? Er zijn veel te weinig zwarte kandidaten. En daarom zijn wij... Een van de dingen die we gaan doen, omdat er te weinig zwarte kandidaten zijn,
is dat we dus een Black Gay Pride gaan doen. Aha, een Black Gay Pride, primeur. Dat al onze mooie zwarte jongens, bruine jongens, gele jongens, allemaal ook het podium krijgen. Iedereen met een kleurtje, opgelet. En we vinden eigenlijk zijn we voor diversiteit en dat willen we veel meer zien. Wanneer gaat het gebeuren? Volgend jaar is het 10 jaar Kokosroze Zondag. En daar ben ik de initiatiefnemer van. En daar willen wij onze Black Gay Pride doen. Prima, Black Gay Pride, we houden het in de gaten. Verschrikkelijk dit. Ja. Dit gaat allemaal in roes, gaat voorbij, je hebt geen idee wat er gebeurt. Nee. En dan opeens sta je in je onderbroek. En je brief, wat gaat met je brief gebeuren? Het was een mooie afsluiting. En hij was inderdaad meegenomen, maar dit is niet het moment om daar iets mee te doen. Nee. Hij staat op mijn YouTube kanaal, dus daar kun je hem zien. Ja, zeker weten. Stevie, Mr. Gay. Je kan wel goed kunnen lullen, maar als je daarna nog ook in je onderbroek moet verschijnen, in een witte, nou, als je natuurlijk wat ouder wordt, dan hou ik mij niet weer meer. Dus je zegt, Mr. Gay, ik moet er als een gay uitzien, maar ik denk dat dat heel goed is, wij, moet ik zeggen, de jury, dat het voor iedereen toegankelijk is. Niet alleen voor de wereld van de gays, maar ook dat Tante Miep uit Appelschaan het snapt. Mr. Gay 2015 is geworden Tom van Nieuwenhuizen. Mr. Gay Netherlands 2015. Dank jullie wel. Ik ga het voor jullie doen. Allemaal. Ik ben zo blij dat ik het vertrouwen krijg van al deze mensen om dit te mogen doen. Van de zevende plaats naar? Ja, naar nummer 1 natuurlijk. Oké. Okay. We gaan niet voor minder. Absoluut niet. Weet je wie je gaat meenemen? Jamon. Jamon. Waar is Jamon? Hij is de winnaar van Mr. Gay Netherlands 2015. Yes! Dames en heren, gebeurde het toch van die nieuwe huizen. Het was super close. Nee, ik heb het heel leuk gehad, ja hoor. NVS TV, Salto, Gay Station Amsterdam, elke zaterdag op tv. Hoe is het bevallen, Henny Huisman, als jurylid? Ik vond het onwijs leuk om te doen. En ik voel ook wel de boodschap erin, dat we hebben de verhalen, de emotionele verhalen vanavond. Dat is behoorlijk emotioneel. Ja, het was echt waren een paar hele sterke verhalen bij, ook schrijnend. Het is nog steeds belangrijk, want ik vind als we van de eerste naar de zevende plaats gezakt zijn, qua tolerantie, moeten we wel ons best weer even doen om nummer 1 te worden. En wat ga jij er nog meer aan doen, wat dan je nu al doet? Ik heb al diverse acties gedaan, ik heb 25 homohuwelijken gesloten. Je bent ambtenaar, burgerstand. Ja, een handgala, de Rosse Maandag, de Gay Pride meegedaan. Vooral dat je als heteroseksueel voor die mensen opkomt. Als je bekend bent, kun je wel je zegje doen. En daar gaat het om. Ik ben opa van 6 kleinkinderen. Wie weet zit daar wel een gay tussen. Nou, hij is van harte welkom, net zoals de anderen. Ik volg jou al jaren. Ken je nog van Lucifer? Ja, juist, dat is lang, ja, dat is lang ja, terug. Ja, ja. Ik kom ook de Zaanstreek. Oh ja, wat leuk. Echt waar. En ik ben inmiddels ook 60 jaar, maar ik heb nog geen last van een lekkende onderbroek. Nee. Jij wel. Nou, een beetje druppelig af en toe, ja. Dan ben ik voorbereid. Dankjewel, Eddie. En wel thuis. Dankjewel. Ja, je bent niet gered, maar je had wel een prachtig verhaal, een emotioneel verhaal. Je hebt mensen echt geraakt. Ja. Hoe kijk je terug op de avond? Heel leuke avond, wel heel spannend. Ik had het niet verwacht. Wie de winnaar was, het valt nog steeds niet het kwartje, dus ja. Wat had je dan verwacht? Ilias. Oh, oké. Ja. Ja, dat had ik wel verwacht. Dus ja. En hoe ga je nu verder? Ik heb nou wel gewoon een groep geopend en ik ga me gewoon verder inzetten. En ik ga gewoon mensen nou laten zien dat wel HIV bespreekbaar kan maken. Ja. Ook al ben ik het niet geworden. Ik weet wel, er is nou wel iets nieuws, nieuwe deur geopend, dus dat is wel leuk. Je hebt er geen spijt van? Nee, helaas niet. Wel van uitslag. We zijn inmiddels in de dressingroom beland. We gaan eens even kijken hoe mede-organisator Martijn van Gay.nl, wat hij allemaal aan het doen is. Volgens mij is hij alles op internet aan het zetten. Klopt dat, Martijn? Wat?
Sorry dat ik even stoor. Ik spreek het aan het tikken wat er nu uitgaat. Ja, het is de laatste loodjes. Ga je de ochtendkranten nog halen, denk ik? Nog net, als het goed is. We bellen nog even met de ANP, dus dan zijn we nog net op tijd. Ja. Hartstikke goed. Het was een fantastische avond. Ga je dit volgend jaar weer doen? Ik hoop het toch wel. Ja, nee, zeker. We hebben Tom ook een hartstikke mooie winnaar gevonden. Dus ik denk dat we het komende jaar nog veel van hem gaan horen. En daarmee ook van de competitie natuurlijk.